Mettis! Hey, Sander! Hey, hoe is het om in Oud-Charloos te wonen? Oud-Charloos is de parel van Rotterdam, joh. Ja? Ja, waarom? Zeker. Nou, hier kan je nog betaalbaar wonen. Het is nog niet verzadigd, hè? Het is geen Katendrecht of Oude Noorden of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, Rotterdam-Zuid en met name Oud-Charloos is echt de toekomst. Zo, nou laat maar zien om die toekomst. Oké, okay. Ivo! Sander. Hé, hey, dat verwacht je niet, zo'n atelier midden in de woonwijk. Nee, ja, het is ook een beetje verborgen lijkt het, maar er zitten er ontzettend veel. Dus als je een beetje gaat rondkijken, dan zul je zien dat we niet de enige zijn. Ook laat niet de eerste. Ik wil het zien. Dat is goed. Hop. Gaan we doen. De Charloos is een soort, ik noem het altijd een hub. Omdat het hier nog mogelijk is om iets te beginnen, al heb je niet heel veel middelen. Dus eigenlijk zeg jij, alles is mogelijk hier? Alles is mogelijk, ja. Nog wel. Nog wel? Ja. Ben je bang dat het gaat veranderen? Het verandert sowieso. Ik bedoel, de stad komt deze kant uit. Ik denk over 20 jaar is dit het centrum van Rotterdam.